Hallo. Hallo allemaal, goedenavond. Hallo. Ik ga ervan uit dat jullie mij goed horen. Heeft toch nog niemand iets gezegd? Dus, Hallo allemaal. We zijn intussen 8:30 gepasseerd, dus ik ga eraan beginnen. Ik zal misschien mezelf nog eens eventjes kort voorstellen voor het geval er nieuwe mensen meekijken, want ik heb gezien dat de fanpage weer goed gegroeid is. Voor degenen die misschien de fanpage nog niet volgen, dat is op Facebook Stop Your Saw Forever. De 4 is een 4. En daar vinden jullie veel leuke tips, een hele leuke community, allemaal lieve mensen. Ik ben dus Loes. Ik ben dit jaar een van de heel gelukkige ambassadrices van Stop Your Saw. We hebben een heel leuke groep met allemaal toffe dames. Verder volg ik ook een opleiding bij Blush Academy tot allround make-up artist. Ook heel leuk. Het heeft een half jaar stilgelegen omwille van de coronamaatregelen. Maar 2 weken geleden zijn we gelukkig kunnen herstarten. En nu zag ik vandaag dat Laurie op de fanpage postte dat er nieuwe data beschikbaar zijn, zowel in Gent als in Hasselt. Dus indien jullie ook interesse hebben om eens een opleiding te volgen, ga zeker eens kijken op de website van Blush. Jullie hoeven daarom niet de volledige allround opleiding te volgen, maar er zijn ook weekends, bridal, make-up, van alles. Dus zeker de moeite. Dan gaan we eraan beginnen. Ik ga eerst als primer de Illumination gebruiken, omdat ik een beetje een droge huid heb en die geeft ook een hele mooie glow. Kijk, daar zitten van die gouden glittertjes in. Heel subtiel. Ja, Karen, ik zou daar in de toekomst wel graag iets mee willen doen. Inderdaad. Nee, Heidi, toch niet. Ik ben zelf nog student. Ik doe een paar druppeltjes op mijn flat kabuki. En die ga ik dan over het hele gezicht een beetje verdelen. Je ziet dan meteen dat dat een mooie glow geeft zonder echt vettig te zijn. Dat trekt ook dadelijk in de huid. Een heel leuk product. Mensen die een normale tot vettere huid hebben, die kunnen beter de mineral primer gebruiken. En als je echt meer verzorging nodig hebt, dus met een heel droge huid, is de Huile de Beauté ook een echte aanrader. Dan ga ik een beetje concealen met deze, de waterproof concealer stick 1.0. Een beetje onder de ogen. Ik doe hier ook een beetje. Daar heb ik ook roodheden. En daar heb ik van alles. Een beetje op de
kijken. En dan ga ik inwerken met mijn concealerbrush. Ik ga vandaag gebruik maken van de twee boxen die zo pas zijn uitgekomen. Dus je ziet ze daar staan op de achtergrond. La Sacoche en de Glow Getter box. Daar zitten superleuke productjes in. La Sacoche zijn eigenlijk allemaal minietjes die heel makkelijk zijn mee te nemen in de handtas. Ik zal dadelijk eens laten zien wat er allemaal in zit. Wendy, als je meer last hebt van lijntjes, neem je dan best één of de twee om te concealen. Het heeft niet zozeer met de kleur te maken, eerder de textuur. Sowieso niet te veel product gebruiken, best opbouwen. En dan kun je het eventueel zo'n beetje opwarmen met de vingers en er eens over gaan. Dan gaat het ook beter versmelten met de huid en minder snel in de lijntjes kruipen. Of je zou eventueel ook eens de Loose Mineral Concealer kunnen proberen. Dat is eigenlijk een poeder. En dan gaan de lijntjes ook minder, dat gaat minder in de lijntjes kruipen dan een liquid product. Dus ik ging eens laten zien wat er in de La Sacoche zit. Dus daar zit een mascara in, een limited edition. Een lipglossje, een mini lippenstiftje. Ik ga dat straks allemaal gebruiken, dus dan kunnen jullie de kleuren zien. Een limited edition fixing spray. Ik zal er eens mee schudden, want daar zit ook zo'n leuke gouden gloed in. En een leuke sleutelhanger. Die ik even van mijn sleutels heb moeten afhalen, want die hing er al aan natuurlijk. En dan hebben we daar nog die Glow Getter box. Daarin zitten drie limited edition highlighters. Ook een mini lipglossje. De fanbrush om de highlighters aan te brengen. En weer diezelfde limited edition fixing spray. Griet. Ja, hebben we ooit iets echt nodig? Uiteindelijk, nee. Maar we doen onszelf een plezier. We worden daar gelukkig van. Dus, ja. Ik zou er toch nog eens over nadenken. Dan ga ik die concealer onder mijn ogen nog vastzetten. Want als een liquid moeten we altijd vastzetten met een poeder. Ik doe een beetje van de Glow Setting Poeder in het dekseltje. Ik gebruik de powderbrush. En ik poeder dat gewoon zo een beetje losjes af. Zo. We begrijpen elkaar toch allemaal, dus. Ik ga mijn haar eens eventjes samen doen, want ik kan daar niet goed tegen als dat in mijn haar, in mijn gezicht hangt. Als ik mij aan het opmaken ben. Ik ga op de rest van mijn gelaat nog eens gebruik maken van de compacte foundation. Samen met de Retractable Kabuki. Die is redelijk vast en ik vind dat die dan een betere dekking geeft. Dus ook zoals met de Loose Mineral Foundation goed draaien.
En ik blijf wel een beetje weg onder mijn ogen waar ik net die concealer heb vastgezet. Die is ook neutraal van ondertoon. Dus die past eigenlijk bij iedereen. Die is beschikbaar in 3 kleuren. De light, de medium en de dark. Ik neem ook altijd de hals eventjes mee, zodat we daar geen lijn krijgen. Dit is de medium, Sophie. Die lijkt donker in het doosje, maar op de huid valt dat wel goed mee. Ik doe nog een tweede laagje. Oh ja, lieve, dan moet je, zit je meer naar de 2 of meer naar de 3. Maar als je meer naar de 2 zit, de light. En als je meer naar de 3 zit, nu misschien naar de zomer toe, dat je meer de 3 gaat gebruiken. En dan zou ik de medium nemen. Ook goed in de haarlijn. Wel oppassen als je blond zijt of veel grijze haartjes hebt, want die kleuren dan mee. Zo. Nu ga ik een beetje contouren met de Soleil Pour Brunette. Ik gebruik daarvoor de blush brush. Ik dab daar een beetje in. Met de oogschaduw bedoel je, lieve? Ik dab inderdaad meestal in plaats van te wrijven. Ik vind, ja, je moet het product echt goed in je borstel duwen altijd. Dus ik ga contouren. Ik begin hier meestal aan mijn oor, zo richting de mond. Zo een soort half maantje. Altijd 2 vingers van de mondhoeken afblijven. En dan werk ik die uit naar boven. Ook goed weer in de haarlijn gaan, want als dat zo abrupt stopt, is dat raar zicht. En dan onder de kaaklijn. Als je dat nu een beetje te fel vindt, dan kun je altijd met je kabuki er eens over gaan, een beetje vervagen. Maar doe dat niet te snel, want die bronzer en die blush gaat ook nog een beetje in je huid trekken. Dus dat gaat van zichzelf al wat vervagen. Dus zet dat best in het begin goed aan. Wacht even tot het einde van je look. En dan kun je dat eventueel nog een beetje bijwerken. Zo. De blush ga ik straks doen. Ik ga eerst verder met de ogen. Ik start altijd met mijn wenkbrauwen om zo een mooier kader te geven aan mijn ogen. En ook om
dat ik die wel redelijk moet bijwerken. Neugeruit, dat kan zeker met een rodere huid ook Le Soleil. Maar ja, zeker met bleek vel, gewoon lichtjes gebruiken. Niet te veel product ineens. Ah, ik gebruik trouwens de losse oogschaduw taupe om mijn wenkbrauwen bij te werken samen met de brouwbrush. Ja, Tine, die is wel vergelijkbaar. Ik vind die van het contourpalet nog iets warmer. Ik vind de Soleil Pour Brunette ja, misschien nog iets donkerder. Ja, de Le Soleil voor, ja, voor blonde, die is inderdaad deze wat roziger. En die zou ik dan inderdaad wel vermijden met roodheden op de wangen. Dan is het sowieso beter bruin tinten of beigekleurige tinten te gebruiken. Ik begin altijd zo in dat hoekje, in dat boogje, zodat ik eigenlijk het meeste product op dat staartje heb van mijn wenkbrauw. En dan werk ik een beetje uit naar voren, om zo een beetje een ombre-effect te krijgen. Dat lijkt dan iets natuurlijker dan zo'n volledige donkere wenkbrauw. Zo. En dan ga ik... ik had hier nu toch... Ah, hier is het. Nog heel eventjes met dat borsteltje daardoor. Met de losse taupe, Sophie, en de brouwbrush. De losse taupe is helemaal niet hetzelfde als de taupe uit La Palette. Dat is sowieso al wat donkerder. Die taupe uit La Palette is echt zo'n een grijzige taupekleur met glitter in. Glitter is geen goed idee in de wenkbrauwen. Even kijken. Ja, Veronique, af en toe gebruik ik wel eens een wenkbrauwpotlood. Maar bij mij houdt het losse poeder eigenlijk beter. En het is iets gemakkelijker om mee te werken. Want je ziet, ik heb hier ook een litteken dat door mijn wenkbrauw loopt. En potlood pakt daar niet altijd even goed op. En vervaagt ook veel sneller. Dus het losse poeder is voor mij iets gebruiksvriendelijker. Dan ga ik... als basis op de ogen de eye primer zetten. Nu is hem echt wel bijna leeg. Ik had vorige keer gezegd dat ik daar zo dat dingetje nog had uitgehaald. Dat plastiekje, om helemaal langs die kanten te geraken. En ik ben er dus nog altijd mee aan toekomen sindsdien. Maar ik heb mijn nieuwe intussen klaar liggen, dus... ik zit even safe. Dus gewoon even invrijven. Zo. Dan ga ik die vastzetten met een beige poeder.
Dat kan met de beige uit La Palette 1.0, met de losse beige, maar ik gebruik tegenwoordig eigenlijk altijd de Refillable Lingerie. Ik vind dat die nog beter dekt en egaliseert dan andere. Dus ik dab die daar goed op. Dat gaat ervoor zorgen, ten eerste dat je ooglid mooi geëgaliseerd is. Die roodheden en zo zijn weg, die adertjes. Dan heb je echt een mooi canvas om op te werken. Plus, je kleuren gaan veel beter blenden. Want die eye primer die is zo'n beetje plakkerig. En als je daar rechtstreeks je oogschaduw op aanbrengt, is die soms een beetje vlekkerig en gaat die echt moeilijk blenden. Dus ik vind dat wel... Nu, groot zoveel eye primer gebruik ik niet hoor. Gewoon twee streepjes. Zo, nu is mijn basis klaar. Dan ga ik altijd, of toch meestal, verder met mijn arcadeboog. Dat vind ik mooi als die een beetje aangezet is, want dat geeft veel diepte aan het oog. Dan is het niet gewoon zo één vlak. Ik ga vandaag de losse kleur aubergine gebruiken. En ik ga een beetje werken met rozige paarse tintjes. En dan vind ik dat wel een mooie combinatie. Of een mooie basis. Dus ook weer, ik gebruik nu de tapered blender. Deppen, goed inwerken. Aftikken. En ik ga altijd... Ik zet eigenlijk mijn penseel om te beginnen daar, zo in dat putje. En dan ga ik eerst zo'n beetje ruiten wissen. Om de kleur te verdelen. Maar ik wil hier het donkerste gedeelte. Dus daar begin ik. En dan ga ik eigenlijk gewoon rondjes maken. Je ziet dat ik ook iets hoger ga. Want ik heb niet zo heel veel plaats op mijn ooglid. En ik wil dat graag een beetje liften. Een beetje groter maken. Dus ik ga mijn arcadeboog optisch een beetje hoger zetten dan die werkelijk is. Ook altijd goed opwaartse bewegingen maken. Ook weer voor dat liftend effect. En je ziet wat een verschil dat dat dadelijk geeft. Hè? Dat lijkt dadelijk, het oog wordt opengetrokken. Ja, Julie, mijn borstels die zijn nu eigenlijk zo proper. Omdat ik zondag les gehad heb en ik heb die op iemand anders gebruikt. Dus dan ben ik verplicht die onmiddellijk opnieuw te wassen. Anders gebeurt dat zo vaak niet. Zijn ze niet zo proper. Dus dat is nu wel het voordeel dat de lessen teruggestart zijn. Nu heb ik altijd propere borstels. Oei, Karen. Als je er zo rustig van wordt, hoop ik niet dat je zelfs in slaap gaat vallen voor ik gedaan heb. Dus, hier heb ik nu nog een beetje bijgenomen. Die aubergine... Dus in principe gebruiken we in de arcadeboog liefst een mat middenkleurtje. Die aubergine is niet volledig mat. Dat is zo'n lichte paarsige kleur. En daar zit wel zo'n glittertje in. Maar die minerale poeders... Hoe meer je die gaat blenden, hoe matter dat die gaan worden. Dus dan kan dat perfect dienen als... tussen kleurtje in de arcadeboog. Zo.
Een podcast. En wat zou ik dan moeten vertellen? Zo, nu, ik zou ik niet zijn als ik de producten, ja, ik ga zo graag een beetje out of the box en ik gebruik de producten heel graag multifunctioneel. Ik doe graag eens iets anders, dus dat ga ik natuurlijk vandaag ook weer doen. Dus ik ga het lippenpotlood Pastèque, is dit, dat zat in de Retro Lip Kit. Bij ja, de Retro Lippenstift. Dus dat is eigenlijk het donkerste lippenpotlood. Is ook los verkrijgbaar natuurlijk. Ik ga die nu eigenlijk als oogschaduw gebruiken. Kan dus ook perfect. Ik ga starten met die een beetje ja, precies als eyeliner aan te brengen. Maar tot in het midden van het oog ongeveer. Niet echt een arcadeboog gereed. Ja, dan moet je een beetje vals spelen en met oogschaduw zelf een arcadeboog gaan creëren. Dus je gaat dat wel voelen waar zo dat putteke zit. En daar ja, je boogje beginnen te maken. Dan ga ik, eens even hier kijken, want in mijn gsm zie ik iets minder goed. Dus ik ga eigenlijk hier dat driehoekje, maar ik ga dat dadelijk nog blenden natuurlijk. Hè. Eigenlijk in dat driehoekje. Zo'n beetje kleuren. Ziet er nu nog heel gek uit. Penselen als starter. Ik vind ja, sowieso de Kabuki voor de Loose Mineral Foundation. De Flat Kabuki vind ik ook een hele fijne om je primer en eventueel liquid foundation aan te brengen. En voor de ogen vind ik de Tapered Blender en de Smudge Brush must-haves. En een Blush Brush vind ik ook een must-have. En daarmee kom je wel al een eindje, als ik me niet vergis. Ik ga nu de Pointed Brush gebruiken om dat een beetje uit te blenden. Moet er wel snel mee zijn, want dat droogt redelijk snel op. En dan ga ik ook weer zo een beetje in de arcadeboog. Ik heb al iets te lang gebabbeld, want hij is al een beetje droger. Ja, en de concealerbrush, inderdaad. Die was ik nog vergeten. Ook een must-have. Zo, ik ga dat zelfs nog wel een beetje bijwerken, maar ik ga eerst verder met de kleur op het bewegend ooglid. En daarvoor ga ik de highlighter Jill, nee, Paris ga ik gebruiken, Paris, uit de Glowgetter Box. Dat is een hele mooie rozige, kijk. Of jullie het goed zien. Dus ook perfect te gebruiken als oogschaduw. Eventueel op de lippen. En natuurlijk als highlighter.
Ja, jullie weten intussen, degenen die nog laatst van mij gezien hebben, dat ik op mijn bewegend ooglid heel graag met mijn vingers werk om de kleur zo intens mogelijk te krijgen. Dus dat ga ik nu ook weer doen. Je gaat zien, als je zo'n lippenpotlood gebruikt en je gaat daar zo met die highlighter over, dan krijg je zo'n beetje een metaliek effect. Dus als je wilt, kun je ook, als je dat graag ziet, kun je ook heel je ooglid ook over die lippenpotlood gaan. Voor een metaliek effect. Je ziet het hier een beetje in het midden. Krijg je zo'n beetje hetzelfde effect als de liquid highlighter, vind ik, met die twee samen. Eens kijken. Inge, gewoon veel lives kijken. En dan rolt je daar vanzelf wel in. Je hoeft je zeker niet dom te voelen. We zijn allemaal ooit ergens moeten beginnen. En ja, op de fanpage de tips lezen. Dus goed deppen. Kan ook met de smudgebrush natuurlijk of de eye flat. Je zou eventueel die ook je penseel ook een beetje nat kunnen spuiten met Le Fixeur. En durven proberen, inderdaad. Dan kan het altijd beter meevallen dan je denkt. En als het tegenvalt, dan was je het er weer af. Zo. Ik ga die ook een beetje onder het oog zetten. Ja, met de cerise kan het ook perfect. Gewoon zo ongeveer een derde tegen de wimperlijn, wimperrand. Pastèque is trouwens ook heel mooi onder veel lippenstiften, Marieke. Onder de Rose d'Or, de La Vie en Rose. Ook onder de Amoureux is eigenlijk maar heel veel combineerbaar. Komt eigenlijk niet zo heel veel aan bod in de lives. Ik denk dat veel mensen daar een beetje schrik van hebben, omdat die zo donker is. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Een beetje uitsmudgen. Zo. Nu, ik vind bij mezelf wel altijd dat zo'n een rozige, paarsige look ja, een beetje flats is aan mijn ogen. Dus ik gebruik daar wel altijd graag nog een eyeliner bij. Ik ga de liquid eyeliner gebruiken, de zwarte. Ik ga kijken of ik het in mijn gsm gedaan krijg. Het klein schermpje, want dat is natuurlijk een beetje. Ik zorg wel dat mijn arm altijd steunt en ik laat eigenlijk. Ik leg het penseeltje ook heel plat, dus niet recht. Plat, of ja, eigenlijk zo meer in een hoekje van 45 graden. En ik laat die rusten op mijn wimpers. Dat is een beetje moeilijker omdat de tekst daar bij mij net voor komt. En dan ga ik eigenlijk heel dun proberen te werken. Ik begin in het midden, ik ga tot aan de buitenkant. Je kunt eigenlijk ook zo'n beetje stempelen hiermee.
opperste concentratie. Oogschaduw lijkt op de Paris. Ja, misschien de roze tonderen een beetje. De boudoir is ook, die heeft ook een hele mooie glans. Kan ik wel eens even laten zien. Bij sommigen is die ook een beetje rozig. Bij mij meer wit. Dat is deze. Maar die heeft ook wel zo'n hele mooie glans. En dan heb je nog de... de Bisou. Dat is wel een roze, maar die is niet zo helder als de Paris. Even hier piepen. Oefenen. Ik zou zeggen, elke avond voor je gaat slapen, is even eyeliner aanbrengen. Ja. Met mascara laten opdrogen. En dan zo een borsteltje van een wenkbrauwpotlood. Je kunt dat ook loskopen trouwens, ook van die borsteltjes. Stel dat hier morst. Ik zal het misschien zelfs wel aan de hand krijgen. Gebeurt regelmatig. Laten opdrogen en gewoon wegborstelen. Of met een beetje concealer. Dan zie je parfum, eyeliner. Ja, Charlotte, je gaat dat zeker kunnen als je een beetje oefent. Je zit ondertussen ook al een pro, hè? Goed, dan mascara. Ik ga eerst een beetje lash primer aanbrengen. Er hangt ergens precies een haartje voor. Ik zie het niet dadelijk. Ah, hij hangt hier. Oh ja, Greet, ik weet het niet of dat moeilijker is als linkshandige, want uiteindelijk als rechtshandige moet je ook naar dat oog. Dus ik denk maar dat dat is wat je gewend bent. Goed aan de wimper aanzet. Goed omhoog duwen. En ik ga de Limited Edition uit La Sacoche gebruiken. Kijk, die heeft zo'n heel speciaal borsteltje.
En goed, zigzaggen. Eens een beetje naar beneden kijken, anders ga ik morsen. En met de overschot doe ik altijd een beetje op de onderste wimpers. Zo. Ik vind wel dat dat eigenlijk handig werkt, zo'n klein mascaraatje. Ja, Charlotte, dat is een leuk borsteltje, dat is waar. Zo. De naam van het lippotlood is Pastek. Ik zal s'avonds ook nog foto's posten op de fanpage en dan zal ik er nog eventjes bij zetten wat ik allemaal gebruikt heb tijdens de live. Amai, Sophie. Dat is kunnen. Zo. Kijk, nu heb ik hier zo een beetje gemorst. Intussen is dat droog. En dan neem ik dat worsteltje. En dat is weg. Zo. Nu ga ik nog een blushje doen. Daar ga ik ook weer eens iets anders doen als anders. Ik wil graag iets roziger. Ik zou natuurlijk, ja, ik ga zelfs ook nog de highlighter gebruiken. Dus ik zou eerder iets matter kiezen als blush. Ik zou bijvoorbeeld dan de rosé kunnen gebruiken. Maar die is soms bij mij ook een beetje naar de oranje kant. Die is niet echt roze-roze bij mij. Dus ik ga dat leuke lipstiftje gebruiken uit La Sacoche. Dat is de Pomme d'Amour. En ik ga daar ook een beetje van de Pastek tussen gooien. Om hem ietsjes roze-paarser. Om ja, hem iets koeler te maken. Dus dat is heel gek. Ik ga gewoon met dat potlood kleuren op mijn wang. Ik ga daar een beetje lippenstift tussen gooien. Ik neem mijn flat kabuki en ik ga dat gewoon een beetje induwen. Kijk. Dat is een gezond roze kleurtje. En dat geeft ook nog zo'n klein beetje glans. Dus ik zeg het, hè. Multifunctioneel. Lippenpotloden op uw ogen, op uw wangen. Lippenstift op uw wangen. Alles kan. Wat vinden jullie van de nieuwe blushkleur? Niet durven, gewoon proberen. Gewoon testen. Dat is juist zo leuk aan make-up.
Dan ga ik nog een beetje van de Paris highlighter gebruiken. Ik weet niet of jullie het goed zien. Kijk hoe mooi die glanst. Dat is mijn favoriet uit de Glow Gutter Box, de Paris. Welke is jullie favoriet? Voor degenen die hem ook hebben, de box. Dus op het jukbeen. Een beetje op het puntje van de neus. Zo. En dan rest ons nog de lippen. Ik ga ook weer het pastekpotloodje gebruiken. Ik ga het niet volledig inkleuren. Ik ga ook weer even loeren in mijn spiegel daar, want ik zit hier net onder de tekst. Heel zachtjes, die leg ik ook zo plat. En ik ga die zo aan de buitenkant een beetje inkleuren, maar niet volledig. Ja. Het is, ja, Casual Tuesday, ja. Jullie weten dat. Normaal gezien is dinsdag is een hele casual look. Maar ja, ik zeg altijd, mijn casual is waarschijnlijk iemand anders een glam. Dus ja, gewoon doen wat je leuk vindt. En ik gebruik de Pomme d'Amour. Ik breng die vrij lichtjes aan en dan ga ik met mijn lipbrush dat een beetje samensmelten met die pastek. Ja, Laurie en ik begrijpen elkaar. Hè. Dan, ja, als we toch bezig zijn, doe ik nog een klein beetje in het midden. Nog een beetje Paris. Zo. En dan gaan we daar nog over met de glosje. Bij die Pomme d'Amour in La Sacoche Intense zit de Coquette. Dat is een hele leuke. Die is ja, redelijk kleurloos met een glittertje in. Zo. Dat zijn de lippen. En dan rest ons nog onze hele mooie fixer met de gouden gloed. Dus armlengte 30 centimeter. Een paar keer sprayen. Ja, nu lijkt dat nog heel nat, maar dat gaat dadelijk opdrogen. Nu glow ik wel heel erg. Ze is toch iets te dichtbij gehouden. Zo. En dan zijn we er, denk ik. Als ik niks vergeten ben.
had beter een waaier bij mij gelegd om zo'n beetje te wapperen. Zo. Ah, dat is leuk, Annick. Dank je wel. Ik blijf precies een beetje blinken, maar bon. Er zit een beetje glow in, hè. Dus ik zou zeggen zuinig zijn erbij. Dank je wel allemaal. Zooi. Dank je wel. Zijn er nog vragen? Jullie mogen ook altijd... dus ik ga s'avonds nog foto's posten. Moesten er dan nog vragen komen, mogen jullie altijd ze stellen onder de foto's of onder deze video. Die wordt opgeslagen op de pagina van Sopursaw. Heel leuk dat jullie er weer allemaal bij waren vanavond. Het was weer heel gezellig. En dan zie ik jullie heel graag weer een volgende keer. Dag!